Hey, hallo, Alex hier. Ik ga nu uitleggen in deze les waar 1, 4, 5 voor staat. Ik praat regelmatig in mijn lessen over 1, 4, 5 figuren. Figuren, schema's, structuren. Het zijn meestal de 1 en de 4 en de 5 zijn posities binnen een toonladder die een akkoord binnen die toonladder weergeeft. En 1, 4, 5 wordt ontzettend veel gebruikt in de blues, in de rock, in allerlei stijlen, funk, wat je maar kan bedenken. Ik redeneer nu uit van een C en ik zeg in de toonladder van C hoe we de 1, 4, 5 gaan benaderen. Nou, het zijn de stappen uit de toonladder van C nu in dit geval. Dus dan krijg je 1 is de C en als je de toonladder volgt dan heb je C, D, E, F, G, A, B, C. Dan zou je, als ik naar de 4 wil hebben, heb je dus C, D, E, F, dat is de 4. 1, 2, 3, 4. Dan is de F is de 4. En dan gaan we door naar de 5. En is het daar. Dat is dan in principe 1, 2, 3, 4, 5 is de G. Dus dan heb je dus C is 1, F is 4, G is 5. 1, 4, 5. Zo simpel is het. C, F en G. Nou, in deze vorm, structuur, wordt heel vaak in een bepaald schema ook weer gebruikt. In de blues en in de rock en ook wel in de jazz. Eigenlijk in allerlei soorten vormen, stromingen, muziek. Dat is 1, 4, 5. Oké, ziet er misschien lastig uit, valt best wel mee, zo moeilijk is het. Succes!